Jazz. En dan is het op de vloer! Oh, jullie zijn echt heel cute samen. Stop. Dankjewel, dankjewel. Dit is toch echt wel een dieptepunt in deze week, maand, misschien wel van het jaar. Ik ben mijn laatste drankje en dit is Bram. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het wordt een hele leuke dag. Ik heb er erg veel zin in. Ik heb niet zo goed geslapen. Echt zo tussen 5:30 en 6:30, echt even zo'n uur zo wakker gelegen dat ik echt even niet meer wist wat ik met mezelf aan moest. Ik weet dat veel mensen dan adviseren om juist uit bed te gaan, zodat je je bed blijft associëren met slapen en niet met wakker liggen. Maar ja, het was zo koud buiten mijn bed, dus ik ben gewoon wel lekker in bed blijven liggen. Dus ja, ik ging gewoon op mijn telefoon zo allemaal nutteloze dingen opzoeken van hoe zou het zijn met die ene YouTuber die ik in 2013 volgde of zo. En toen viel ik gelukkig uiteindelijk wel weer in slaap, maar het was druk in mijn hoofd vannacht. Misschien ook wel omdat ik gewoon heel veel zin heb in deze dag, want het is vandaag vrijdag en de Hilversum Rainbow Week begint vandaag. Dat is zeg maar de Gooise versie van de Pride. Volgens mij is het de 4e editie of in ieder geval, ik ben er ieder jaar bij. Ik vind het super leuk dat er iets wordt georganiseerd voor LHBTI'ers in Hilversum, in mijn eigen dorpie. Ik heb er volgens mij ook ieder jaar een vlog over gemaakt en dan zeg ik ook ieder jaar bij, ja, het gaat allemaal een beetje op z'n Hilversums. Het is niet te vergelijken met de Amsterdam Pride of de Utrecht Pride. Ik ken wat mensen die in de organisatie zitten en die bij de gemeente werken. En ja, ik weet dat zij gewoon echt met super veel liefde en toewijding dit ieder jaar organiseren. Dat ook ieder jaar weer iets beter wordt en professioneler wordt. En ik denk dat het niet meevalt om hier iets te organiseren, want er is natuurlijk altijd te weinig budget. En we zitten heel dicht bij Amsterdam, dus de meeste LHBTI'ers boven een bepaalde leeftijd, die gaan natuurlijk gewoon lekker uit in Amsterdam en die gaan lekker naar de Amsterdam Pride. Maar ik denk dus vooral dat als je jong bent en je groeit op in Hilversum en je worstelt met je geaardheid of met je genderidentiteit, dat je dan deze week al die regenboogvlaggen hier ziet hangen en dan denkt, ja, hier ben ik welkom. En ik wil eigenlijk één filmpje even laten zien. Volgens mij heb ik ook ieder jaar heb ik vol lof gepraat over onze wethouder Karin. En ieder jaar heeft ze echt een fantastische speech en ze is overal bij en ze is altijd vrolijk. En dit jaar is er een soort ludieke handtaswerpwedstrijd ergens. En zij postte een filmpje op haar Twitter dat ze daar alvast voor aan het oefenen was. Als het je wethouder is, dan ja, dat kan toch niet meer stuk. Er zijn dus de hele week weer allerlei activiteiten. En volgens mij, vorig jaar was het de afsluiting van de week, maar dit jaar is de start van de week het Rainbow Ball in de Vorstin. Vorig jaar was het nogal een rommelige avond, even heel zacht uitgedrukt. Dus de lat ligt dit jaar wel hoog. En ik ga met Marinus en Bram en Doak en Manu en Pim en mezelf. Wat te verwachten? Ik weet het niet. Ik weet dat er wat leuke drag queens komen. Kate Ryan komt. Als je die naam niet kent, dit liedje ken je zeker. Ja, we gaan het zien. Maar het leuke is, als je met een leuke groep vrienden ergens bent, dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar je bent. Ik denk dat het hoe dan ook gezellig wordt. We gaan eerst lekker bij mij pizza's eten en cocktails drinken. En dan naar de Vorstin om te feesten. Nu eerst maar eens koffie en ontbijt. En ik ben ook wel benieuwd, wat doet jouw stad, gemeente, dorp aan Pride? Wordt er iets georganiseerd? Hangen de regenboogvlaggen? Zou je zelf een regenboogvlag ophangen? Laat weten in de comments. Dit is toch echt wel een dieptepunt in deze week, maand, misschien wel van het jaar. Mijn lekkere koffie is op. De bonen zijn op. Ik had zoveel. Ik had Wakuli, ik had Caffeination, ik had nog wat Simon Leeveld. Allemaal ineens op. Dus moet ik het doen met vorige malen koffie uit de pak die ook al best wel een tijdje stond. Ja, het ruikt trouwens niet eens zo gek. Een beetje zuurig wel, maar ja, het is gewoon niet te vergelijken met lekkere koffie. Dus als je slimmer bent dan ik, dan neem je even een abonnementje op Wakuli. Dan zit je nooit meer zonder koffie. En dat kan op wakuli.com. En dan gebruik je mijn kortingscode BramsKoffie en dan krijg je 50% korting op je eerste bestelling. En heb je echt lekkere koffie. En zo vaak als je wil, komt hij dan gewoon in je brievenbus.
ga zo douchen hoor. Dan hoef je niet meer tegen dit ochtendhoofd aan te kijken. Maar ik wilde nog even een kijktip geven. Namelijk Rampvlucht, serie van de NPO. Dus ik kijk hem op NL Ziet. Een serie over de Bijlmerramp in 92. Het is een dramaserie, dus dat maakt het ook wel heel spannend en ook wel ja, heel laagdrempelig om te volgen. Daardoor zit ik wel de hele tijd te googlen van is dit nou fictie voor de serie of is dit ook echt zo gebeurd? Maar een groot deel is echt zo gebeurd en dat vind ik heel interessant omdat ja, in 92 was ik toch al... negen. Ik was nog wel jong, maar ja, ik was op zich oud genoeg om dit bewust mee te maken. Dus ik heb er wel veel flarden van opgevangen. Maar ja, misschien dat mijn ouders me toch een beetje beschermd hebben voor de echte de tragedie. En het is wel heel interessant omdat, zeker om iets wat je eigenlijk min of meer bewust hebt meegemaakt. Om daar toch even, even te zien hoe dat precies is gegaan en wat er allemaal mis is gegaan. En ook wel heel leerzaam en interessant om te zien hoe... erg, afgezien van de ramp zelf, de politieke afwikkeling ook echt een ramp is geweest. Het was echt op meerdere manieren een rampvlucht. En daarnaast gewoon heel mooi gemaakt en spannend en goede acteurs. Ik ga nu de laatste aflevering kijken. Ik ben wel benieuwd of ze nog een soort van happy end wordt lastig, maar een soort bevredigend einde eraan hebben gemaakt. Want dat was in het echt volgens mij niet echt het geval. Ik ben benieuwd. En daarna ga ik even lekker douchen. En daarna ga ik... op naar de stad om even wat inkoop te doen voor vanavond. Ik zie nog geen regenboogvlaggen hier, maar ik ga op zoek. Nou las ik ergens dat een van mijn favoriete winkels, de Oldenhof kookwinkel, een regenboogetalage had. Ik vraag me af of moet dit een regenboog voorstellen? Het komt wel in de buurt. Moet hij wel een beetje om lachen. Kijk nou. De boekhandel die heeft over het algemeen wel een hele goede tafel met LHBTI boeken. Maar geen vlag. We zijn denk ik in de ban van de kinderboekenweek. Want ik zie dat alles groen is. Oh, daar zie ik wel een klein vlaggetje. Even kijken. Hij hangt ondersteboven, maar als het goed waait, dan hangt hij eigenlijk weer goed. Heel slim gedaan deze. De ethos heeft in ieder geval geprobeerd om een soort van uit te hangen aan een kaartenrek. Kijk, het theatercafé Muze heeft de vlag uitgehangen en ze organiseren een dragavond. Ze zijn dan ook genomineerd voor de Rainbow Award dit jaar. Nou wil ik helemaal niet het belang van een regenboogvlag al te erg overdrijven. Ik heb jullie wel eens verteld dat het doet wel echt iets met me als je zo door de stad loopt en je ziet overal regenboogvlaggen hangen. Zeker als het je favoriete kroeg, je favoriete restaurant, je favoriete bioscoop is. Oh, ik moet eerst de ijsblokjes even in de... ijsblokjes gelijk even in de vriezer. Maar in the end is natuurlijk een vlag is ook maar gewoon een lapje stof. En als je bedenkt dat er een paar jaar geleden nog helemaal geen Rainbow Week was, is het al heel tof dat er zoveel winkels en ondernemers meedoen. Maar ja, ik moet wel een beetje gniffelen om hoe ze dan meedoen. Zoals ja, winkels die gewoon een soort aan een punt zo die vlag in een hoekje van de etalage hebben gehangen. Zodat die zo, woep, zo een beetje treurig naar beneden druipt. Er was bijvoorbeeld een zo'n schoenenwinkel die had een soort etalage hadden zo gedrapeerd en dan schoenen erbij gezet. Ik denk ja... dan snap je ook net niet helemaal het belang van het symbool, van de symbolische waarde van een vlag. Het is juist tof, het werkt juist het beste als die gewoon overal door de hele stad aan de buitenkant hangt te wapperen. Bijvoorbeeld aan een vlaggenstok, zomaar een wild idee. Ik heb boodschap gedaan bij de Dirk en ik heb gekocht diverse soorten chips. Deze zien er heel bijzonder uit. Heel veel tonic en wat ginger ale, gelijk in de koelkast. Kruidnoten, pepermuntballen, citroenen en limoenen. Cola en wijn. Twee soorten gin, die was dan weer in de aanbieding bij Dirk. Dat was dan wel weer gay-friendly. En voor het geval dat, bier. Oké, ik ga even opruimen, stofzuigen, wc schoonmaken. Ik heb lang niet zoveel bezoek gehad. Tafel uitschuiven. Jazz. Zo,
Alles is netjes, schoon, opgeruimd. Nou, mijn huis is in tijden niet zo schoon en netjes geweest, denk ik. In ieder geval niet sinds mijn schoonmaakster met zwangerschap verlof ging en nooit meer terugkwam. Gek, hè? Zo schoon. Wat ik nog niet had verteld, is dat vanavond ook weer de Rainbow Award wordt uitgereikt. Ga je over mijn broek lopen? Oké. De Rainbow Award, dat is een award voor persoon, bedrijf, organisatie in Hilversum en omstreken die zich op een goede manier heeft ingespannen voor de LHBTI-zaak. En er waren dit jaar 3 genomineerden. En net als de andere jaren zit ik weer in de jury. Dus ik mocht mee bepalen wie er heeft gewonnen. En volgens mij is het wel een leuke winnaar. Ik geloof dat ik vanavond ook het podium op moet om bij de uitreiking te staan. Ik hoef niet iets te doen of te zeggen, maar ik moet er staan. Dus dat is volgens mij rond 9:15. Dus ik moet zorgen dat ik niet al voor die tijd te veel gedronken heb. Ja, dat is eigenlijk mijn enige opdracht voor vandaag. Verder ga ik denk ik vast even een drankje maken, want neem aan dat ze zo komen. Het is nu bijna 6:00. Pizza's komen om 6:30, dus het voelt een beetje alsof ik mijn verjaardag ga vieren. En ik ben binnenkort jarig. Wat moet ik dan gaan doen? 39. Ik ben Bram en dit is mijn eerste drankje van de avond. Hey! Hi! Hey. Hallo! Hi. Dacht dat ik de pizza bezorger was. Nee, ik vind dat het er anders uitziet dan op de vlogs. Mijn huis? Ja. Hoezo? Nou, gewoon. Kleiner. Heb jij een groothoekcamera? Ja, dat is het. Ja, ik kies natuurlijk altijd een hoekje dat het een beetje. Ja. Hallo, ik ben Douwe van Dijk en dit is mijn eerste drankje. Oh. Hallo, ik ben Manu en dit is niet mijn eerste drankje. Oh! Die grap, je komt net van werk. Wat moet ik zeggen? Ik ben Pim. Ik ben Pim en dit is mijn eerste drankje. Maar niet je eerste slok, zo te zien. Nee, niet mijn eerste. Ja, ik ben Bram en ik kom net van een borrel, dus dit is niet mijn eerste drankje. Ik ben zo benieuwd, dit is mijn 5e drankje. Hey, wat verwachten jullie van dit Rainbow Ball dit jaar? Ik kijk even naar jou. Veel drag queens, veel schandalen. Schandalen, ja. Kate Ryan, washed up. Wat is dit jaar het schandaal? Wat zal het schandaal van dit jaar zijn? It's you. Looking at it. Ik zou de verwachtingen heel laag houden, dat is mijn advies. Ik denk dus echt twinks en senioren, ik denk niks ertussen. Nee, jij bent er tussenin, maar voor de rest niemand anders. Ik denk dat wij de twinks zijn. Ja, dat was mijn. Ik ga op huis aan. andersom, schat. Hij moet met je. Kijk, dit gaat naar de voorgang, het gaat naar voren, naar je neus. Dead. En? Hier zit je borstbeen. Hallo! Ik heb borst. In opperbeste stemming wandelden we naar de Vorstin met een klein GTVO'tje. En daar waaiden de regenboogvlaggen in grote getalen ons tegemoet. En we waren nog precies op tijd voor het laatste nummer van de eerste act, Miss Abby Oh My God. Daarna trad Julia Zara op. Ik vond het wel echt heel mooi, maar misschien niet zo geschikt voor deze avond. En het publiek was jong, oud, alles door elkaar, super divers, echt heel erg leuk. Ga niet goed met de muziek, ga niet goed. Give it up for the wonderful, the gorgeous Vivaldi, that's me. Rommelig, heel rommelig. Oh, jullie zijn echt heel cute samen. Stop. Dankjewel, dankjewel. En terwijl Vivaldi Pim's biertje opdronk, stond ik al klaar voor de uitreiking van de Rainbow Award. Een prachtig carnaval! Yeah! En een feest, omdat we met z'n allen, wie je ook bent en van wie je ook houdt, gewoon een lekker feestje kunnen vieren hier in de Vorstin! Yeah! En deze 3 genomineerden zijn door een jury beoordeeld, te weten Karin Walters, mijn favoriete wethouder inmiddels. Bram de Wijs. Yes, bitch! De batterij is bijna leeg. Dan komen we nu bij de winnaar, Bram. Ja. Die zit ook wel goed. Goede tip. Die moet natuurlijk uit de app. De winnaar is Theatercafé Muze. Come on!
En toen kwam de band Bell and the Beast. Ook echt heel goed, maar misschien toch niet zo voor deze avond. Een DJ en toen heel dope het voor gezien. Ik ben Dope en dit is mijn laatste drankje. Dit is mijn honderdste drankje. En door naar het illustre Café Brabant voor de afterparty, waar Gerard alweer als vanouds stond te tappen en Abba als vanouds door de speakers kwam. Ik ben nu, en dit is niet mijn laatste drankje, maar het zou het wel moeten zijn. Ik ben mijn laatste drankje en dit is Bram. Het was een mooie avond en een heel geslaagd feest en ik was heel blij dat mijn vrienden uit Amsterdam en Utrecht en Den Haag waren gekomen om met mij deze Rainbow Week af te trappen. Nog één biertje dan? Ik ben Bram en dit is mijn laatste drankje. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Kijk maar even. Doei! Lekker. Wat hoor ik nu? Dat is jouw jas. Ben je niet dokter? Dokter, maar even serieus, deze haak.